Hey kijk, Zitkaatsaars, welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering en welkom bij alweer een super vette nieuwe aflevering waarin ik jullie een beetje ga laten zien hoe het ride bestuur op het pretpark werkt. Ik heb even de server open gegooid, dus er zijn als het goed is wel een aantal mensen online. Ja, kijk eens aan. En wat ik ga jullie gaan laten zien is hoe je hier het controle menu gebruikt. Het is vooral voor de mensen met een rank handig, maar voor de mensen zonder rank is het ook super vet gewoon om te zien hoe het werkt. Dus ik ga je laten zien hoe je hier attracties bestuurt. Ik zal het eventjes in de chat gooien. Allemaal draaimolen. Zo, allemaal naar de draaimolen. Oh, ik denk dat de poortjes dicht staan trouwens. Oh nee, ze zijn wel open. Mooi zo. Oké, dan zullen we eventjes iedereen hierheen tp'en. Slash tp al. Goed, ik heb nu de draaimolen geoperate. Dat doe je met de command slash operate. Door dat te typen in de chat. En als je in de buurt bent van een attractie, dan operate je de attractie. Dus nu is hij weer weg. Maar als ik nu nog een keer operate, dan operating weer. Dan heb ik hier twee dingetjes staan. En bij achtbaan is dat iets meer. Maar bij de draaimolen is dat iets minder. Ik heb hier beugels open en draaimolen station staan. En als ik beugels open doe. En daarna zeg ik kan de beugels dicht doen. En dan kan ik hem laten vertrekken. Dus ik kan nu starten. En dan vertrekt de draaimolen. Dan krijg je in de chat te zien. De draaimolen is gestart. Zo kun je deze rides operaten. Dus dan start hij niet meer uit zichzelf. Maar dan kun jij gewoon zelf beslissen wanneer die draaimolen vertrekt. Goed, zo werkt het. En op het moment dat ik er dan nu ook vanaf vlieg, dan zie ik meteen in de chat staan. Je opereert niet langer de draaimolen omdat je er te ver vanaf bent gevlogen. En nu gaat hij gewoon weer uit zichzelf verder. Dus zo werkt dit. Goed, laten we even ergens anders heen gaan. Slash warp. We kunnen wel naar de freefall. Die werkt exact hetzelfde als de draaimolen. Dus als ik hier slash operate doe, dan zie je, nou ja, ik opereer nu beugels dicht. Is het niet zo? Oh, beugels dicht. Die zijn nu dicht en nu kan ik hem starten. En dan vertrek ik de freefall. Maar goed, er zit niemand in. Dus hier hebben we niet zo heel veel te doen. Goed, ik zal eventjes naar een achtbaan toe gaan. Even kijken, de raptor kan die. Die kunnen we denk ik wel eventjes doen. Dan gaan we eventjes hier slash tpl doen. Als de server dat als de server het goed vindt. Zo, niet boos worden alsjeblieft. Als het goed is zou daar eigenlijk iedereen moeten komen. Ja, kijk eens aan. Daar komen ze al. Goed. Dan kan ik hier nu, als ze daar komen, dan kan ik slash operate doen. En dan zie ik nu in de chat staan, je operate nu de achtbaan Dinobaan. Nou ja, zo heet deze achtbaan dan. En dan zie je dat ik hier een aantal verschillende dingen heb. Nou, de achterkant van dit ding is nog niet helemaal af, dus dat moet nog gebeuren. Maar ik heb hier poortjes, die kan ik open en dicht doen met deze knop in mijn inventory. En ik kan de beugels ook open en dicht doen. Je ziet hier, als de beugels open zijn en de poortjes zijn open en ik wil hem laten vertrekken. Dat gaat niet. De poortjes moeten gesloten zijn als de achtbaan gaat vertrekken. Dus dan doe je de poortjes dicht. Klik je op vertrekken. Gaat nog steeds niet, want de beugels moeten ook gesloten zijn. Dus, nou, de beugels dicht en vertrekken. En dan zie je dat nu zal die meteen vertrekken. En dan gaat hij zijn hele route gaat die volgen. Dus zo werkt de slash operate command. Op deze manier kun je allemaal attracties kun je besturen in het pretpark. En het is gewoon allemaal super, super gezellig dat je gewoon zelf die attracties kunt besturen als gang zijnde. Of dat mensen attracties kunnen besturen waar jij in zit. Dus mocht je dat ook vet vinden, dan druk zeker even op het duimpje omhoog. Kom gezellig naar het pretpark op play.itslagsworld.nl. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal terug zie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later!